Gisteren heb ik aan jullie laten zien wat er allemaal in het pakket zat. En vandaag ga ik kijken wat ik er allemaal precies mee kan. Ik heb van Oost, RTV Oost van vorige jaren, is er een receptenboek gemaakt. Voor makkelijke maaltijden. Die makkelijk met 20 minuten te bereiden. Dus als het goed is kan ik daar goedkope, makkelijke maaltijden uithalen. Dus ik ga eens even kijken wat erin zit. Makkelijke maaltijden. Groenteomelet. Curry. Spaghetti. Ah. Want ik zat namelijk te denken, het is... Wel, ik heb namelijk nog spaghetti in huis. Die had ik nog voordat ik überhaupt aan het voedselpakket begon. Dus ik dacht, nou, als ik die twee eventjes, wat dingetjes uit het voedselpakket en wat dingen die ik sowieso al in huis had, even combineer vandaag. En daar voor 2 dagen van ga koken. Dan heb ik voor nu nog geen geld uit te geven. Want ik ben nog een beetje huiverig over hoeveel geld ik wel of niet overgehouden. Of ik er überhaupt mee rond kan komen. Dus... Ik denk dat ik voor de spaghetti ga. Kijk, en dan is dit de buit. Ik had nog een stukje worst. Daar kan ik wel even doorheen hakken. Een pesto had ik nog. Een rode pesto, daar kan ik de saus van maken. Natuurlijk spaghetti. En een paprika. Deze komen uit het voedselpakket. Dus deze kan ik er sowieso wel doorheen. Ik heb nog meer paprika, dus voedselpakket. Dus dan moet ik even kijken. Misschien kan ik dat er ook nog doorheen doen. Anders is het wel heel erg karig. Maar we hebben in ieder geval iets. Ik ga nu koken. Net ook nog, dat ik natuurlijk ook nog die boontjes heb uit het pot. Dus ik dacht, misschien kan ik die er ook wel gewoon doorheen gooien. Net nog iets meer variatie in groenten, dat is wel lekker. Kijk eens aan. De stam tot nu toe. Volgens mij kan ik hier wel een heel weeshuis mee voeden. Dus we gaan de goede kant op. Ik had niet verwacht dat het zo rijkelig nog zou worden. En ondertussen is het water ook aan het koken. Dus de spaghetti kan erin. Het begint erop te lijken. En de spaghetti is ook al bijna klaar. Kijk, en dit is het dan, het eindresultaat. Nou, het ziet er oprecht best wel lekker uit. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk.